Brand in een portiekflat in Den Haag vandaag. Het legt een prangend probleem bloot. Want hoe help je huurders met de zware persoonlijke problemen voordat het misgaat? Ik ben Herman Anninga. En ik ben Isabel Brinkman. Dit is TV West Vandaag van dinsdag 16 oktober. Ja, veel over de brand in Den Haag vanmorgen, maar verder ook. Aanleg parkeergarage zorgt voor scheuren in muren en plafonds. Hockeyclub Oegstgeest dupe van slopende inbrekers. Bowlingcircus strijkt neer in Zoetermeer. Goedenavond. Een brandje aan de Korte Stede in Den Haag heeft vandaag een groot probleem blootgelegd. Want hoe help je huurders met zware persoonlijke problemen? Een portiekwoning brandde helemaal uit en volgens bewoners heeft de bewoner het vuur zelf aangestoken. Het is een druk mannetje, zeggen bewoners met een gevoel voor understatement. De man van de uitgebrande flatwoning woonde sinds ongeveer een jaar in de Korte Stede en zorgde daar vaak voor overlast. Ja, een drankgebruik en dat soort dingen, dat gaat niet goed samen. En dan, ja, dan slaat hij wel eens door. Dan, het huis gaat op de grond of naar beneden. En, ja, ik heb begrepen dat er hulpinstanties zijn. Maar ja, dit is natuurlijk wel een actie van iemand die het niet prettig heeft in ieder geval. In zijn eigen toko kon hij af en toe goed keer gaan. En tegen wie dat was, dat weet ik niet. Misschien ook tegen zichzelf. Hij heeft ook wel soms al zijn spullen naar beneden gegooid. En dan leek het net of het hier een vlooienmarkt was. Midden in de nacht. En dan was het van, ja, ik mag mijn huis toch wel opruimen. Dus ja, dat je een psychisch probleem hebt, dat is wel duidelijk. Woningcorporatie Stedion die kent deze bewoner. En de corporatie die zegt ook dat de afgelopen tijd deze huurder extra zorg en aandacht heeft gekregen en nodig heeft gehad. De corporatie wilde dit alleen niet voor de camera vertellen. De VVD in de Haagse gemeenteraad wil al langer dat woningoverlast beter wordt bestreden. Daarvoor moet de coördinatie van een probleemgeval verbeteren. Stel, iemand heeft een alcoholverslaving, heeft een huurschuld en is heel agressief. Dat komt misschien wel door psychosociale problemen. Nou, dan heb je eigenlijk al drie instanties die zich daarmee bemoeien, die dat proberen op te lossen. Maar eigenlijk is er niemand die de eindverantwoordelijkheid heeft. Volgens de VVD moet daar één instantie voor aangewezen worden, afhankelijk van het probleem. Ook speciale woningen voor overlastgevers zouden een oplossing moeten bieden. Bewoners voelen zich ondertussen in de steek gelaten. Kijk, nou is het gelukkig een brandje, maar ja, er hadden ook explosies kunnen komen. Of die mevrouw van boven, die had niet gered kunnen worden. Dus je moet altijd eerst moeten hier wat gebeuren. En voor de rest, laat je ook maar een beetje aan je lot over, vind ik hoor. De politie kan trouwens nog niet bevestigen dat de bewoner zijn eigen huis in brand heeft gestoken. Tja. Leden van de hockeyclub LOHC in Oegstgeest zijn bijzonder ongelukkig. Dan zou je zeggen, dat is toch heel vreemd, want de club heeft een prachtig spiksplinternieuw clubhuis. En zaterdag is de feestelijke opening. Ja, dat dan wel, maar een inbraak gooide bijna roet in het eten. Met grof geweld sloopten de inbrekers alles wat los en vast zat. Bij LOHC wordt hard gewerkt om alles weer op tijd af te krijgen voor de opening aanstaande zaterdag. Het lijkt erop dat dat wel gaat lukken, maar na de inbraak zonk de moed ze wel even in de schoenen. Ja, shit. Er wordt natuurlijk wel meer ingebroken, maar toen we hier aankwamen zag je de enorme ravage die is aangericht. En het werd van kwaad tot erger. Je begint bij de ingang en naarmate we het clubhuis verder inliepen zag je dat de ene deur naar de andere deur was ingetrapt en kapot gezaagd. Kozijnen kapot, glas kapot, ook veel elektronische apparatuur van het plafond geslagen, van de wanden geslagen. Ja, een enorme ravage. De inbrekers waren 2 uur lang rustig hun gang gegaan in het clubhuis. Alle deuren die op slot zaten werden met behulp van een decoupeerzaag opengebroken. En dat allemaal... Ja, voor een paar zakjes snoep. Want, meer hebben ze niet meegenomen? Nee, meer hebben ze niet meegenomen, want er is ook niks te halen in zo'n clubhuis. Kijk, het is lang geleden dat je überhaupt cash geld in het clubhuis had liggen. Dat is weg, er ligt hier 's nachts niks. En hoeveel schade hebben jullie? Ja, de schatting is nog... Is nog wat moeilijk, maar het ligt tussen de 15.000 en de 20.000 euro. Dat het clubhuis net nieuw is, betekent gelukkig wel dat alles snel weer kon worden hersteld. De aannemers hadden alle maten en kleuren nog op papier staan.
Maar ja, het blijft vervelend. Enorm balen, zeker op het moment dat je denkt van ja, zo vlak voor de officiële opening waar allemaal hoge gasten komen. Dat je denkt van ja, daar zit je niet op te wachten. En zeker niet op zo'n schade, ik bedoel nutteloze schade. Nee, en dit is ook niet het enige clubhuis waar de afgelopen tijd is ingebroken. Maar liefst 4 sportverenigingen rond Leiden zijn de afgelopen 1,5 maand inmiddels het doelwit geweest van inbrekers. Straks is het weer tijd voor de beroemdste tweeling van Den Haag, de breiende tweeling. Ze praten 100 uit over de ouderenzorg. In een verpleeghuis heb ik van mijn schoondochter eens een keer gehoord, moet zo'n luier 7 kilo wegen. Nou, met plas. Dat je pas een nieuwe kreeg, is ook geweest. Ja. Een 24-jarige man die 3 overvallen heeft gepleegd op juweliers in de regio is veroordeeld tot 9 jaar. In januari bedreigde de man een juwelier op de Gouverneurlaan in Den Haag en sloeg deze op zijn hoofd. Een maand later sloeg de man toe in de Haagse Wagenstraat. De 3e overval was in Rijswijk. Justitie had 10 jaar tegen de man geëist, dat zijn er dus 9 geworden. De kans dat er een outletcenter komt tussen Zoetermeer en Bleiswijk wordt steeds groter. Het stadsgewest heeft ingestemd met de plannen. Voorwaarde is wel dat de outletwinkels niet mogen concurreren met een normale detailhandel in het centrum van Zoetermeer en omgeving. En als de provincie de plannen ook goedkeurt, moet het centrum in 2015 klaar zijn. Museum Beelden aan Zee in Scheveningen die heeft vandaag zijn 1.000.000ste bezoeker mogen ontvangen. Het museum bestaat 18 jaar en de 1.000.000ste bezoeker kreeg een beeld van een Haagse kunstenaar en mag de rest van zijn leven gratis naar binnen. Alle bezoekers van het museum met moderne sculpturen kregen vandaag een punttaart. De bewoners van de Toussaintkade in Den Haag waren er al bang voor. Scheuren in het plafond en de muren. Ja, de oorzaak, de bouw van een bijzondere parkeergarage op de Veenkade. En nog voordat die bouw überhaupt begonnen is, zijn er al problemen. Boven de deur, daar is echt een nieuwe scheur gekomen. En het is dag 1 van de werken en ze zijn nog niet eens aan het boren. En dan in de voorkamer hier, zie je daar boven mijn lamp. Petra Thewe is op zijn zachtst gezegd niet blij met de werkzaamheden op de Veenkade. Maandagochtend vroeg is begonnen met het weghalen van het asfalt van de weg. Nou, ik wist niet wat ik hoorde vanochtend. Ik lag in bed en ik lag praktisch naast mijn bed. Een lawaai en een trilling hier in huis. Mijn planten stonden te bewegen en ik heb een flesje water naast mijn bed staan. Nou, dat ging langzaam maar zeker richting de vloer. Dat was echt ongelooflijk. De gemeente is direct komen kijken naar de schade en heeft aanpassingen aan de werkzaamheden gedaan, zodat er minder overlast is. Maar Petra is er niet gerust op. Dat het huis instort zal misschien een beetje overdreven zijn, maar ik verwacht toch wel een hoop schade. Wij behoren niet eens tot de panden die in het rood staan. Dus de panden die het snelste zullen gaan verzakken of gaan scheuren. Bij andere panden aan de Toussaint en Veenkade zijn tijdens de plaatsing van de poller scheuren ontstaan. Maar volgens de eigenaren zijn die door deze werkzaamheden verergerd. Ja, en de werkzaamheden voor de bijzondere parkeergarage die duren nog tot halverwege 2015. En dan een gewetensvraag. Wanneer heb jij voor het laatst gebold? Eerlijk zeggen, ik zit op bolen. Ik heb net gisteren nieuwe schoenen gekocht. Oh, nou, ik kan het me niet echt heugen, maar goed. Het heeft ook een wat suffig imago. Misschien wel van vorige eeuw, van die vervelende familiefeestjes. En maar doen of je het leuk vond, hè? Ja, maar gelukkig kan het ook anders. In Zoetermeer begint vandaag namelijk het EK Bolen. Het is helemaal terug van weg geweest. En misschien speelt een cultfilm daar wel een grote rol in. Niks geen bier en bitterballen in Zoetermeer. Bolen is hier topsport. 41 teams uit heel Europa strijden hier om de felbegeerde Europese titel. Vandaag is de eerste trainingsdag. En natuurlijk is ook de Nederlandse equipe van de partij. Hoe schatten ze hun kansen in? Nou, ik denk dat we deze week best wel ver kunnen komen. Ik denk dat Roel en ik best wel de mogelijkheid hebben om de top 8 te halen. En dan is alles mogelijk. Na 1,5 uur worden de trainingen stilgelegd. Tijd om met deze apparaten de baan te gaan poetsen. Maar waar is dat eigenlijk voor nodig? Nou, deze machine maakt de baan eerst schoon en dan leggen we door middel van een achterkanaal erachter leggen we weer olie op de baan. Oké, maar waarom is die olie zo belangrijk? Ja, ik vind het heel erg als ik eventjes dit afmaak. Dat volg je dan even. Oké, dan maar even aan de bolers zelf vragen hoe het zit. Er staat een prachtig programmaatje in en die legt de olie precies zo op de baan als de mensen achter de schermen dat willen. En dat is belangrijk?
Dat is zeker belangrijk. Dat bepaalt hoe, welke ballen wij gebruiken, welke lijnen wij spelen op de baan, hoe de veranderingen gaan plaatsvinden. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Ja, ja. Dat is duidelijk. Bolen heeft lange tijd een nogal lullig imago gehad. Maar sinds films als Kingpin en vooral The Big Lebowski is de sport weer helemaal hip. Zijn onze bowlers eigenlijk blij met deze hernieuwde aandacht? Ja, het is leuk, maar voor mij is het niks. Ja, lachen toch? Dat is toch leuk? Een gast die met een rubberhand gooit, ja, dat ga je hier niet lukken hoor. Ja, het is jammer dat het zo weggezet wordt, maar ja, tuurlijk is het een leuke film. Hoe bedoel je jammer dat het zo weggezet wordt? Nou ja, het is natuurlijk niet zoals in die films. Ik bedoel, je gaat het heel anders aan toe, maar ja, de film is leuk. Ja, of ik nou vanavond meteen de bowlingbaan op ga, weet ik niet. Ik denk wel dat ik de Big Lebowski weer eens ga kijken. Nou, dat vind ik inderdaad ook een goede. Regel ik de chips. Straks, nou dan ga ik voor de muziek, want straks hebben we ook nog een hele muzikale dame trouwens van 89 jaar. Als iemand een akkoord aanslaat, dan heb ik hem zo binnen de seconde sla ik dat akkoord aan. Bij de Ombudsman voor Ouderen zijn sinds de recessie zo'n 1400 klachten en vragen binnengekomen. Veel ouderen voelen zich de dupe, namelijk van de bezuinigingen. Ja, en het is dinsdag, dus gingen we langs bij de Breiende Tweeling en we gingen daar eens horen hoe zij er nou helemaal tegenaan kijken. Dit is de Breiende Tweeling. Ik ben Kobi en dat is Nettie. We zijn al in paniek als we een steek laten vallen. Eén recht en één averecht. Verder komen we niet. Kobi en Nettie praten vandaag over de reacties die binnengekomen zijn bij de Ombudsman voor Ouderen. Zij snappen al die klachten wel. Het is al jaren slecht, de zorg voor de ouderen. In de tehuizen ook hoor. Tuurlijk zijn er wel, er zijn heus wel verpleegsters bij wie met hart en nieren doen, ja. Maar ze kunnen het niet aan. Nee. En die vergaderingen. Schrei uit. Directeur, zus en een onderdirecteur en een bovendirecteur. Dat zijn allemaal, ja, en die verdienen wel wat mee. Nou. Daar kunnen ze best een paar verpleegsters voor aannemen. Dan zitten ze allemaal bij elkaar in zo'n hokje. Tuurlijk moet de vergadering worden. Maar als ze evalueren, joh, dat doe je als je naar huis gaat op je fietsje. De tweeling heeft al nagedacht over een eigen verzorging op de oude dag. Ja, zo lang mogelijk. Thuis met veel hulp, als het zou gaan, het liefst, hè. Ik heb al een douchestoeltje. Ik heb al een tang waar ik mee alles van de grond kan halen. Ben ik al ver? Je schiet al lekker op en ben ik. Nou, en incontinentiemateriaal, dat krijg je dan ook wel. Dus we zien wel. In een verpleeghuis heb ik van mijn schoondochter eens een keer gehad. Moet zo'n luier 7 kilo wegen. Nou, met plas. Dat je pas een nieuwe kreeg, is ook geweest. Ja, met plas. Ja. Dat is pas. Dat is zo'n zelf voel als langs je benen loopt. Plas. Ja. Het wordt een zware klus hoor voor die ombudsman. Maar geloof me dat hij heel veel aanhangers krijgt. Dat hij veel klachten krijgt. Ja. Ik zit nog even bij die luier van 7 kilo. Lijkt me wat veel, toch? Volgens mij een olifantenluier of zo. Toch? Ah, bijna zielig. Goed, we gaan naar een andere dame op leeftijd. Afgelopen week werden we gebeld door mevrouw De Vries uit Den Haag. Ze voelde zich, net zoals zoveel ouderen, nogal eenzaam. En ze vroeg aan ons of ze een oproepje mocht doen op onze zender. Nou zijn wij natuurlijk de rotsen niet. En dus gingen we bij mevrouw De Vries op bezoek. Goedemiddag mevrouw De Vries. Oh, u bent van voor die opname denk ik, hè? Ja, mag ik even binnenkomen? Ja, tuurlijk zeg, ja. Graag. Ja, ik loop een beetje moeilijker. Maar ja, ik kan wel merken dat ik moeilijke knieën heb. Ja, want u heeft een mooie leeftijd al, hè? Ja, 89. Als ik zit, dan voel ik me net een jonge godin. Maar als ik ga lopen, doet het pijn. Zo, die zit. Heerlijk. U wilde een oproepje doen op tv. Nou, vind ik het leuk dat ik dat mag doen. Ik zoek dus eigenlijk mensen die het leuk vinden om met mij samen te spelen met de piano. Of een gitarist, of een saxofonist, of een clarinetist. Mevrouw De Vries is dus op zoek naar muzikanten om mee te jammen. En die blijken nog niet zo makkelijk te vinden.
Ze zijn allemaal zo oud, dat is het. En veel ook dood. Ja. Haar laatste muziekvriend is 2 jaar geleden overleden. Het enige wat ze nu nog van hem heeft, is een video. Daar heb je hem. Ja. Uw papegaai ging zingen. Ja, die heb ik 46 jaar gehad. En vaak met feesten ging die zingen. Of bij afscheid en zo. Speciaal voor Lorita geschreven. Als ik nou maar één keer de hele zaak eruit gooi met muziek maken. Nou, dat is voor mij een lekkere douche. Ik stik van de muziek. Als de muzikanten die hier komen nou bijvoorbeeld Lady Gaga willen spelen? Nee, zie je, dat zijn die modernere dingen, ja. Als ze het voorzingen, misschien dat het dan wel lukt. Als iemand een akkoord aanslaat, dan heb ik hem zo binnen de seconde sla ik dat akkoord aan. Ziet u het zitten om met mevrouw de Vries muziek te maken? Neem dan contact op met de redactie van Omroep West. En of het jong of oud is, ik ben in mijn hart heel jong met muziek. Ik vind het briljant. Ze pikt hem mooi op, ze pikt toch? Zo Lady Gaga op. Nou, mocht u nou hebben zitten kijken en u speelt een muziekinstrument, stuur dan een mailtje als u natuurlijk samen wil spelen met mevrouw de Vries. Ons mailadres redactie@omroepwest.nl. Nou, het was vandaag echt herfst als we naar het weer keken. Gelukkig klaarde het een beetje op vanmiddag. Maar Huub, welke kant gaat het op de komende tijd? Nou Isabel, het blijft voorlopig wel wisselvallig hoor. Echt herfstachtig. Ja, de wind die komt er wel weer bij, de regen. Maar temperaturen worden wat hoger. Ja, vanmorgen kunnen we het al een beetje zien. Die krachtige wind uit het zuiden. Een kracht 6 langs de kust morgen. Af en toe weer wat regen. Maar hoe het later deze week gaat met die hogere temperaturen, dat vertel ik in het langere weerbericht. Ja, tot zover TV West vandaag van deze dinsdag 16 oktober. Meer nieuws is natuurlijk te vinden op onze website omroepwest.nl. En u hoort het op 89.3 Radio West. Zeker weten. En morgenochtend om 7 uur meldt het TV West nieuws zich. En vanaf 5:30 morgenmiddag dan zijn wij er weer. Een hele fijne avond nog. Dag.